You ask why are we angry? I say look at history. The cause of our troubles, it is not a mystery. There are those whose lives are easy, there are those whose lives are rough. Now is the time for us to rise and cry out. Enough is enough. Borders and up nations, and up corporate exploitation, and up racist air pollution, and up racist institutions, and up chains and enough cages, and enough starvation wages, and up highways and gas stations, and up control like corporations. We won't take it anymore. Yeah, this is class war. En hoe actie gegaan? Wat hebben jullie gedaan? Wat gebeurt hier? En we zijn met z'n allen binnen gegaan. En op dit moment zijn we binnen. We moeten wachten op een telefoontje van de politie. Die zijn met de andere politieagent aan het spreken. Check! Goedendag. Zou je niet helpen willen doen? Nee, op dit moment niet, man. Nee? We hebben hem geoccupied op dit moment, man. Ik heb 4 brieven voor jullie. 1 voor de burgemeester, 1 voor de officier van justitie, 1 voor de politie en 1 voor u, man. Open de deur. Dus die zijn ook op pensioen. Goedemiddag. Hallo. Mijn naam is Wessels, ik ben de hulpofficier van justitie. Oh ja. Wie is de woordvoerder? Ik ben de woordvoerder. Okay. Dit is uw brief. Dit is voor de politie zelf. Ik had niet verwacht dat de officier van justitie die gelijk naar zou komen. Ja, natuurlijk. Ik was in dienst, dus... Ja, mooi man. En dan is dit voor de eigenaar van het bad. Hier? En dan is dit van meneer Van der Laan. Die moet je maar de post sturen. Ja, dat dacht ik. Ja, dat natuurlijk geen post eigenlijk, hè? Nee. Ja, ik heb er wel één trouwens. Hey, mag ik wel je voornaam weten? Dirk. Ja. Dirk, vertel. Wij hebben dit geoccupeerd om de movement van... Beurslijn door te zetten en de projecten die we hebben besproken samen een beetje meer kleur te gaan geven in de toekomst. Ja. Dit is niet door Occupy. Wij zijn wel bij Occupy, want we steunen Occupy. Groep van de Occupy. Ja, de steuners. Degene die daar hebben staan met tenten en denken... Jullie hebben ook op het Beurslijn? Ja, absoluut. Politie was geweest? Ja. En wat zei en wat is de situatie nu? Of we weten dat we verkeerd bezig zijn, we zeggen nee, we zijn het Occupy. We zijn bezig om een betere, van deze plaats, van het Beursplein uit, van deze plaats in te nemen. En daar meer dingen te ontwikkelen voor de toekomst. Anders zijn we maar mensen die actie aan het voeren zijn en nergens voor staan. Nu willen we voor een betere toekomst staan. En dat is een beetje wat we een beetje bezig zijn. En hebben jullie hulp nodig van die andere mensen? Wat jullie verwachten? Wat is wij nodig? Verwachten in ieder geval support. Gereedschappen en zo, dat zijn allemaal welkom. We hebben gereedschappen nodig om dingen te kunnen maken. We hebben, maar ik heb ook wel gereedschappen thuis die ik haal. Eten hebben we nodig vooral. We moeten blijven eten. We hebben keukens hier en we hebben stroom nodig, maar stroom hebben we nog niet. Dat moet lukken, allemaal. Het lukt wel. We staan vreedzaam tegen verzetten. Dus zonder enige vorm van geweld. In het ergste geval kunnen we elkaar nog vastpakken of zo. Maar we hopen dat het niet zal hoeven. Denk jij dat jullie kunnen blijven hier? Ik vraag me af, ik hoop van wel. Maar het is in elk geval de moeite waard om het te proberen. Om te kijken of er nog wordt geluisterd naar vreedzaam verzet. So, what are you going to do now? Livestream. Are you going to record it? Yeah. I'm doing it now. So, what do you mean? You're gonna... On the internet. Ja. Ik heb dit pand geoccupeerd om meer projecten te ontwikkelen voor een betere wereld in de toekomst. Welke projecten? Plantenbakken. Een kleurrijk plantenbakproject. Kinderboerderijen met pannenkoekenhuis voor derde wereldlanden. Een kleurrijkere wereld. Ik heb nog 7 andere projecten waar ik mee bezig ben. Maar dat ik een beetje meer uitleg moet krijgen en meer mensen van buitenaf moet ontwikkelen. Voor de projecten een beetje tot stand kunnen komen. We proberen een ruimte te maken voor de Occupy-beweging. Dat proberen wij zelf.
binnen dit gebouw, omdat het gewoon wat warmer is en er mogelijkheden zijn. Er zijn ongekende mogelijkheden ervoor. En we kunnen het zeker nuttig gebruiken. Ik kan er zeker iets goeds mee doen, denk ik. En over projecten voor de toekomst van deze gebouw? Ik hoorde dat voor daklozen ook? Voor volgend, ja, voor daklozen, voor packbackers, voor mensen die muziek willen maken, voor mensen die met kunst bezig willen zijn, kunnen hier een galerie krijgen waar ze of gezamenlijk of alleen waar ze bezig kunnen gaan. Ik wil aan de buitenkant wil ik voor het volgende voorjaar allemaal plantenbakken neerzetten met allerlei kleuren van de regenboog om te zorgen dat er meer kleur komt in Amsterdam. Van daaruit wil ik verder gaan. Welke initiatieven zijn welkom hier? Wat willen jullie doen hier? Iedereen is welkom, dat is op Beursplein. Ik denk dat we zo snel mogelijk hier wat dingen kunnen neerzetten, hoop ik. Waar mensen op af kunnen komen en zich kunnen laten informeren. En hopen dat we iets moois kunnen opbouwen hier. Net als op Beursplein is gelukt. Mensen hun eigen projecten kunnen ontwikkelen. Oh ja, okay, dus, als mensen eigen projecten hebben, dan kunnen ze die ontwikkelen. Dat wordt het cultureel centrum, sociaal centrum? Ja. Oké, iedereen is welkom met de groene initiatief. Ja. Iedereen is welkom daarvoor. Ja. Waarom deze gebouw? Omdat deze al 7 jaar leeg staat. En ik heb 7 jaar geleden, wou ik het pand daarvoor nemen. Maar toen wou ik het kraken. Nu wil ik het occupyen, omdat het beter voor de rechter staat als je het occupyt om een betere richting in te slaan voor de wereld. Dan is het wat makkelijker. How is the sfeer hier? De sfeer is goed. Ja, heel rustig, heel relaxed. Niemand geen problemen, niemand schreeuwen, niemand bang. Iedereen wel een beetje tevreden over hoe het op dit moment gaat. En wat zijn de plannen voor nu? Voor nu is het om lekker avondeten voor elkaar te krijgen. Dat is de bedoeling. Dat is het belangrijkste, denk ik. Hebben jullie mensen nodig hier? Meer mensen? Meer mensen komen, ja. Er zijn meer mensen welkom. Dat sowieso. Maar op dit moment is het eventjes een kleine groep mensen. Is ook wel even fijn om eventjes een beetje te weten waar we met een en ander staan en waar we aan toe zijn. Dat is wel even belangrijk ook. Swear to you, there'll be a day when the melting pot will boil. It only bring us closer with each war you make for oil. Each union that you break and each ballot box you stuff brings us closer to the day we will cry out, enough is enough, greedy politicians.